Wat de fuck gaan we nou beleven dan? Huh? Wat? In één keer die trekker die slaat hier op het me, joh. Klapt hem in één keer in. Klapt hem nou ergens ding aanklapt of zo. Die gewicht die was er naar beneden. Gewoon weer in de Kiapa map. Ja hoor. Ja toch. In Wendel die op lauw doen is Wendel op lauw. Des de boontje nog even down met plauwen. Jo? Ja, dat maar in het kloor is. Ja, hier ook op een veld. Kun je zien dat ze nummers hebben, hè? Dat is minder. Nee, klopt. Dan moet je al zeggen van daarbij die en die. Ja, dat is inderdaad een beetje minder. Ja. Dat klopt inderdaad. Die wendagers moet je ook altijd handmatig doen, dat is ook wel een beetje zijn frustrerend. Ja. Maar ja, maar. Nou, kan weer heel veel goed uit hier. Nou, hier die wendagers is ook nou. Ik ga het in first person doen, dus ik een beetje wat ik doe met al die bomen hier zo. Ja. Eén ruggels over de wendagers in, hem opholen. Alsjewel, ja. Wop wop. Zo gooit dat volk, hè? Bruggels over de wenhakker in en wobbel. In die mooie 8R. Een goud ding om je zwaar laten met die cabine, daar met die taak niet zo. Zo minder die boom er zo dicht af. Gooit de avond mee. Ik kan wel niet omhoog zijn, dus ga ik nou niet naar de rug. Oh, gooi mij omhoog. Godverdamme. Goed, die schaam. Nou, laat maar zitten. Schaampje gewoon naar omhoog. Dat weet je niet, hoor. Hoi. Is het ook een plauw of nooit? Nee, ik heb gewoon baai. Oké. Die naaien, of was het die naaien nooit meer? Ik weet niet eens meer zo. Ja, die was toen nog ergens bezig met graan of zo of tarwe. Oké, okay. Nou, nou maar even draaien dat ding. Komt er in één keer een auto aan hier niet gaan? Ja, dat moest wel een geduld hebben, jongens. Dus dacht, vertel wel dat ik hier aan plauw ben, klodel. Dat gaat lukken. Nee, dat is helemaal niet. Ik zou een tuk in de auto raam met die plauw. Miranda zit in die vorm, die zit er wel. Die heeft voor mij een krankzinnige vervolg nodig aan. Die is helemaal zo van, nou, dit wordt niet, hè. Wel. Miranda. Oh, ik heb die plauw verkeerd om. Ik denk wat plauw zet je haar roer. Ik had hem wel wenteld voor me. Maar. Nou, wat nice. Is het net verkeerd om. Nou, ik heb zeker ongeveer 2 keer op B gedrukt. Echt? Goed. Dat ding is in Groningen. Kart, maar ze gaan nieuwe karts en nieuwe baan te hebben. Moet ik dat invullen? Huh? Oh, dat is natuurlijk. Oh, een nieuwe baan, jong. Ja, dat schijnt zo te wezen. Ja, oké. Okay. Ja, man. Kost wat, hé, ook wat. Jo. Kardingen. Ja, jong, doe ben ik een keertje. We hebben een kaart, jong. Ik ben weer door met een rut gaan in die reling aanklap, jong. Ik was een van de wereld. En ik stond een knakker naast me. Die stond er vlak daarvoor niet. Ik denk, oh, dit ben ik niet, hoor. Wie ben jij? Ja, echt, jong. Oh, ik was echt helemaal van de kaart, joh, serieus. Ja, joh. En last van dat de kop, joh. Kops hier en alles erbij. Die had zijn schudding. Nou, daar ging ze toen net een te roeg. Daar ging ze net een te roeg. Ik ging net hem driften in die bocht. Ik had het stuur om. Daar kom je net onder zo'n tunnel uit, voor mij was dat. Ja? Er zit daar, hij is net niet haaks, maar echt zo onmiddellijk moet je de andere kant weer opsturen. En daar ja, ging ik even mis. Als jij de tunnel weer uitgaat nadat je de eerste keer er weer onderdoor bent geweest. Ja, dat ik wel, ja, voor mij wel. Oh, ja. Jong, klap me, jong, night in the mall. Oké, okay. Oh, hier ook nog een wendakker, die domme van, gaat wel werken allemaal, jongens.
Maar bezitten wij alle velden wel eens? Ja, ja, die heb je standaard als je staat in de map. Je begint met alle map. Waar dan? Was ik even benieuwd naar. Er staan geen nummers in, hè, dus dan heb je ze standaard allemaal. Ja. Dat is mooi om zo first person aan plauwen. Ja, wel. Doe ze zo combine hem tussendeur in? Ja, ik zit tussendeur om combine, ja. Oké. Nee, schat, want ik ben in mijn kijk wat er allemaal nog gebeurt. Mars, ja, zo dat zien, die heb ik hier. En die stond toch op in Marsveld. Maar ik wil hem kijken voordat het gekke ding bleek is. Doorzoos. Oh, dan mag ik hier naar linksaf zeker. Als je niet bekend bent in die maat, ben je weer mee, jongen, dan moet je echt weer gauw kijken. Ja, hè? Ja, vind ik wel. Wat de hel? Waar is dat ding dan? Het is door. Oké. Okay. Ik kan daar. Zo'n kijk hebben we nog meer marge in de aanbieding. Een kokoloen op de map. Doe maar even. Voor mij is het grootste gedeelte er wel af. Hier zo'n veldje, die had ik voor mij al gehad. Dat is mooi. Het zijn allemaal die kleine dingetjes. Hè? Ja, voor mij is alles eraf. Daar is nog iets klaar om te oogsten. Daar, dat is geen mars voor mij. Koolzaad zie ik nog. Mais, hij zit dan net dat hij gedaan was. Huh? Die. Dit veldje. Klaar om te oogsten. Oh, er is al een veld mais, denk ik. Mag ik hem kijken? Ja, waar? Een helper klaar met twee. Oh, dat zal die achter wel weten. Zal het in die ronde bal net aanhengsel wezen, denk ik. Ach, dat komt er weer. Ik ben dat verkeer ook zo zat mee al. Het gaat even eruit. Verkeer uit. Terug. Ja, hé, hey, auto is weg. Ideaal. Verkeersbord in paard. Oh ja, hier is nog maïs voor mij. Ja, hier is er dus nog maïs. Hier is ook nog graan. Oh, hier is nog van alles, jongens. Dus eens nu kijken waar die achter aan het uitspoken is. Die staat voor mij stil. Een koekeloeken. Ja, die staat in bomenhoogte aangebouwd. Dat dacht ik al wel. Waarom? Wat zijn die helpers ook daar aan het ploeken, Mel? Bomen zijn relaxed. Kijk, joh. Hij is gewoon meer dan de helft gewoon vergeten, joh. Wat is het? Klootzootje eigenlijk, hè? Ja. Het eind nog niet meer aanzetten. Die helpers kun je niet laten ploegen ofzo, dat pakt er gewoon helemaal niks van. Dat ja, klopt. Jongen, jongen, toch al lopen. Dat is die bal. Nou, gaan we weer. Vooruit met de geit. Geit is gemol. De geit is gemol. Ben je vol? Ik ben vol. Zo vol als vol maar kan zijn. Ik doe de zwaarlamp door mijn bier aan, dus rust hem je ook stoon. Door kom daar zet naar jou hoor. Vol gas, zo staat hij. Ja wat? Neem misschien een shotje ervan. Oeh, jongen, knap, nu gaan die bocht door.
Ja, maar ook. Dan moest je dat chimpjes. En direct vol in de jankers. Ja hoor. Maar zoals Bert Visser zegt met in zijn laatste show. Voel in die jankers. Ja. Kinders dat je denkt, vat het ook weer mooi hoor. Rotsvader van het land in vorm, hè. Je valt met je weg. 47, 55. En de bipper, dat ben de trots van ons. Piero, 38. Ah, en die witte 8R, dat vind ik ook wel een bijzonder ding. Een leuk ding. Mijn pa die zei al van het Britse Koningshuis, die hem als huiskleur witte met materieel. Dus witte chandeliers, die bestaan wel degelijk. Dat klopt ook wel, want Queen Elizabeth die wil alleen maar wit materieel hebben, verder niet. Dus die hebben ook echt witte chandeliers. Leuk. Ja, wel geinig. Hè? Maar toen ik in die chandeliersfabriek was, stond ook gewoon fel oranje. Als je voor wenkbouw en dat soort zaken, dan maken ze wel oranje. Zoals Ad Noorden, die had vroeger een oranje 8400. Oranje met groen voor mij was hij. Ik zal die binnenkort eens een mooie vraag gewoon geven van Lanting Fami met dikke keeper erachter. Dat is net wel voor dat jou. Die geroden ook. Die in een Mercedes vrachtwagen, een mooi ding hoor. De boel. Die hebben we ook nog niet in game gehad voor mij. Nee, ik weet het niet. Die zitten voor mij nog niet eens in de server niet. Ik zo niet eens. Ik weet het niet. Mij ook niet. Ah, er zijn nog meer dingen die er nog niet in zitten. Maar... gelukkig zit de Pajero er wel in. Nee, dat vind ik nou weer jammer. Ah, nou Susan, die bipper is nog altijd sneller en die kent hem met zijn kaarttrek, dat ding nice. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar ja. What the fuck gaan we nou beleven dan? Huh? Wat? In één keer die trekker die slaat hier op tilt me, joh. Klapt hem in één keer in. Klapt hem ergens aanklapt of zo, die gewicht die was er naar beneden. Dit is zo raar, die helpers die gewoon met ploeg altijd die gewicht naar beneden. Dat begrijp ik ook niet, hè? Nee. Zoals opgevallen, heel raar. Ja, klopt. Padapadda. Padapadja. Oh, die ploeg, dat wordt ik zo verkoopt, denk ik. Nog niet wat dat is. Garage, hier naar de garage. Daar is ploeg, verkoop. Ja, maar daar ben ik. Tenminste, de ploeg is op zich goed, maar die helpers die doen het gewoon verkeerd. Cultivator. Ja, ja. Cultivator mag ik hebben. Oh, die hele dikke vind ik een beetje onzinnig. 14,5 meter. Nee, best wel zo kloor. Die Lemken is 12 meter. Toen heb ik. Ja. Wat was hem daar? Cultivator, ik koop gewoon die kokkeling. I don't give a shit. Daar wil ik even zo'n dik materiaal erin. Zo, hoppa. PK staat ervoor, dus dat is het probleem niet. Nee. Wat alweer vanuit straks. Aardappels of bietrooien, die huren we wel. Die ga ik echt niet komen hoor. Daar je 500.000 voor zo'n dom ding. Ja. Dat gaat niet joh, dat is wel gewoon huur. Het is hem niet anders. Dan ben je 1 miljoen verder, heb je net een aardappel en bietrooien gekocht. Ja. Dat is wel aardig gek hè. Even kijken naar. Oh, leuk. Ja, dit is wel wat mooi materiaal joh, dit ding. Mag zo eens kijken. Hier is wat met te vertellen doe. Goh, wat een ding. De eerste keer dat we deze in game hebben in een filmpje. Mooi nee. Ja. Niks meer. Ja, die kakkeling hebben we nog niet eerder gebruikt in een filmpje. Ik zet hem alvast in op de weg. Ja, maar we moeten een apart een bietenrooier en apart een aardappelrooier huren. Ja. Dat klopt. Oké. Schiet me om wat een rode. Ja, sorry. Dat schudt hem in stap. Dat is bundels met motten. Bunders had zegt. En ja, dit moet je ook in mezelf in mijn handmatig doen allemaal, want anders wordt het ook niks. Kijk hiernaast, dit is mais geweest. Ja, klopt. Nou, dit schiet tenminste een beetje af. Dat kan je groep niet schiet niet af.
gaat wel lekker zo. Niet meer met. Ja, wauw. Hij doet met twee vingers in neus om jongen, jij achter. Doe. Ja, er zijn nog 8 vingers over. Nou, eigenlijk 4. Hoe? Hè? Duim, wijsvinger, middelvinger, ringvinger, pink. Oh ja, als je zo bekijkt, ja. Hey, oh, dat had jij hem heel goed gezien, jong. Nee, jong, ik ben op het scherpst van mijn snede. Oeh, nou, dat kist wel zeker. Ja, dat kist wel zeker. Dus ik begrijp dus dat ik vanaf Noel Meuk weer volle filmpjes kan maken, maar er is niks anders te doen, zeg maar. Maar ik heb van ik heb ook een vriendin, hè? Oh ja, dat is zo. Doe met soms ook een. Ja, dat was toch een met speelden. Zeker. Dat was naar de onderschat, dat gooide al duur. Ja, kost ook tijd. Nou, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik geef damp. Ik zet trekker in mijn kern en mijn keeper, ik gooi hem uitstap en ik gooi hem damp. Ja, dat gooi ik ook hem down, denk ik. Dat liep me gewoon dom idee. Ik ga nog dit veldje kloren, nog een keer terug. Dus dit veldje ook kloren. Dit is een scheidveldje, ik ga hier gewoon gras in poppen, jongen. Het zijn allemaal veldjes, dan moet je gewoon gras in zaaien. Ja. Veel te veel houden, veel te moeilijk en lastig allemaal. Gewoon gras erin. Gewoon, is mooi één stuk, kun je één keer doormaaien. Dan ga je niet, ja. Goud. Hey. Ik wil Rocky. Ja. Is goud, ja. Peter. Yo, dit is Peter. Peter.